Ik ben Henk van Hemert, ik ben hier namens STOA en ik ben mee betrokken bij de derde fase van het ontwikkelingsprogramma regionale keringen. Derde fase? Ja, derde fase. We gaan weer door, we mogen weer. Tweede fase afgerond. Even nagedacht over wat kan het beter, wat moet er anders. Even wat aandacht om de visie op de regionale keringen te herijken of te actualiseren. En met het beeld wat daar nu uit ontstaat kunnen we weer verder gaan met het uitvoeren van inhoudelijke projecten. En dus gaan we weer verder met de derde fase. De regionale keringen en neerslag zijn wat dichter met elkaar gekoppeld dan de primaire keringen natuurlijk. Het hoge water bij een regionaal watersysteem wordt vaak veroorzaakt door een neerslag. Dus er zit nog wel een uitdaging, wat men zou te noemen. Nou, we zullen sowieso aandacht houden op de rekenregels, de fysica erachter en het schematiseren wat daarbij hoort. Maar je ziet wel een verschuiving van naast het rekenen ook aandacht voor het gevoel van de beheerder. Kunnen we kwalitatief iets over de stand van een kering zeggen? En ook wat meer aandacht voor beheer en onderhoud van de keringen. We hebben even een rondje gemaakt om te inventariseren of er nog weer urgente kennisvragen zijn. En dat heeft weer nieuwe inzichten opgeleverd. Met inderdaad weer die dubbeling. Veel vragen van nog meer details in de rekenregels. En ook weer de vraag van even achteroverleunen. Wat betekent nu precies alles wat er op ons afkomt? En verkennen weer eens wat in de bredere zin wat er allemaal gebeurt. De droogte blijft wel een aandachtspunt. Maar je ziet dat dat nu wat minder met dit soort berichten van zoals vandaag en de afgelopen dagen over neerslag. Zijn nu de extreme buien de aandacht. Maar droogte blijft nog steeds wel een belangrijk fenomeen voor een klein deel van onze keringen.